En kijk, je moet allemaal in de groepen. Ja. In deze kleuterverbredingsgroep ging het over de gele ballon. Dit boek bevat heel veel mooie platen waarop veel te zien is. We hebben de platen samen bekeken en ondertussen gingen we in gesprek over de dingen die we te zien kregen. Ballon. Gekeken en dan ook zulke vogels. Ja, heel vaak. Ja, heel vaak. Wat betekent dat? Wat gaan ze dan doen? Of in de vakantie. Gaan ze op vakantie? Nee, ze gaan naar Zuid-Amerika. In de stad? In de stad? Welke stad? Vervolgens hebben we het begrip luchtdruk besproken en ervaren. Ajit Bakas is in Nederland de meest invloedrijke trendwatcher. Zijn trends komen mede tot stand via de informatie uit zijn enorme netwerk van ondernemers, techneuten, wetenschappers en andere creatieve denkers. Doordat bijna 90% van zijn trends binnen 3 jaar werkelijkheid worden, is hij een graag geziene gast bij een variëteit aan tv-shows. De komende jaren gaan we ook nieuwe dingen zien die gaan zorgen voor de welvaart straks. Ja. Maar mensen kunnen zich, net zoals we toen, ons geen voorstelling konden maken van die pc. Kunnen we ons geen voorstelling maken van die nieuwe pc. Ajit Bakas schreef verschillende bestsellers over de toekomst. Die in Nederland, de VS, Zweden, China, Brazilië en Engeland zijn verschenen. Van zijn boeken zijn al meer dan 500.000 exemplaren verkocht.
er gaan de komende jaren zoveel dingen veranderen. En de meeste mensen kunnen zich er geen voorstelling van maken. Voor meer informatie over Ajit Bakas, ga naar www.bakas.nl.